Mijn moeder komt uit Friesland en mijn vader is Moluks. Wij wonen in het Brabantse Vught. Een dorp waar de snelweg arme en rijke mensen van elkaar scheidt. Wij woonden in het arme gedeelte en waren geen onbekenden bij de voedselbank. Mijn ouders stemden niet. We spraken thuis nooit over politiek. En we voelden dat de politiek ook niet over ons sprak. Het is dan ook pas sinds 8 jaar dat ik stem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En ik weet nog heel goed hoe die eerste keer voelde. Het gevoel dat je stem gehoord wordt. Of beter gezegd, dat die ertoe doet. Toen ik opgroeide, had ik vriendinnen. Speelde ik met kinderen op straat. En had ik 2 goede docenten die hun best deden om me thuis te laten voelen. Maar toch voelde ik me er nooit helemaal thuis. Ik merkte dat hoe meer geld sommige kinderen hadden, hoe blinder ze waren voor hun privileges, net als hun ouders. Het deed me dan ook veel pijn wanneer er werd gesproken over simpele mensen. Bijvoorbeeld over schoonmakers. Het werk dat mijn moeder en anderen in mijn familie ook deden. Mijn broer stopte uiteindelijk met school. Ik kreeg zorgtaken over mijn ouders. En uiteindelijk was er weinig aandacht voor hoe het met mij ging. En moest ik bij andere gezinnen wonen. Achteraf is het niet gek dat er weinig aandacht was voor mijn ontwikkeling. Het leven was op dat moment simpelweg te zwaar voor mijn ouders. Want armoede is meer dan alleen een gebrek aan geld. Armoede betekent ook een gebrek aan rust en ruimte om te kunnen nadenken. Een gebrek aan energie om het leven optimistisch tegenmoet te treden. Een gebrek aan veerkracht om op te springen als het nodig is. En een gebrek aan mogelijkheden om een kind op te voeden en dat voor te bereiden op de toekomst. Ondanks alles ging ik studeren door die 2 docenten die me bleven aanmoedigen. Soms heb ik het gevoel dat ik dubbel moest integreren. Vanuit armoede en vanuit mijn migratieachtergrond. En wat ik de afgelopen jaren leerde, is dat niet alleen masters en een doctoraat deuren kunnen openen. Daar is meer voor nodig. Allereerst, om echt mee te kunnen doen, moet je ook ergens in kunnen herkennen. Of het nou ministers, partijleiders of zorgverleners zijn. Gebruik dus in de politiek de inzichten en ervaringen van mensen en werk samen. Niet alleen via lobby, extern advies of demonstraties, maar juist in het alledaagse werk als politicus. En waar dat begint? Bij oprechte interesse, inlevingsvermogen en menselijkheid. Het doet me denken aan mijn opa. Hij zat in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, oftewel het KNIL. Ik herinner me de uniformen die bij hem aan de muur hingen. En ik herinner me zijn stilte over het verleden. De pijn die Molukkers voelen over de manier waarop ze zijn behandeld, is nog steeds merkbaar. De meest loyale aan de Nederlandse staat konden niet op steun rekenen. Nee, zij werden gemarginaliseerd. Erkenning, contact en inlevingsvermogen vanuit de overheid waren ver te zoeken. Ten tweede is het belangrijk dat je mee kunt praten. In theorie heeft iedereen in Nederland evenveel toegang tot zorg of rechterlijke hulp. Maar in praktijk hangt het af van hoe goed je weet waar je moet zijn, hoe je je gedraagt en hoe goed je kunt meepraten. Dit wordt beïnvloed door de taal die je spreekt, de opleiding die je bezit, het werk dat je doet, de mensen die je kent en waar je vandaan komt. Ik had moeite met school omdat ik niet foutloos Nederlands sprak. En ik werd vaak op een scherpe manier gecorrigeerd, echt heel vaak. En dat maakt me erg onzeker. Ik heb daarom wel 5 cursussen gevolgd om mijn Nederlands te verbeteren. Maar niet alleen mensen zelf hebben hier een aandeel in. Het is nog steeds hard nodig dat de overheid duidelijk en begrijpelijk communiceert. Zonder ingewikkelde jargon of lange lastige zinnen. Toen ik afgelopen jaar mijn laaggeletterde moeder hielp, omdat de bewindvoerder jarenlang geld had achtergehouden, zag ik pas echt hoe ontoegankelijk ons systeem is. Regels en toeslagen zouden mensen moeten helpen. Maar veel mensen kunnen hun weg niet vinden in het complexe systeem. En anderen, die de weg wel kunnen vinden, zoals die bewindvoerder,
die maken daar misbruik van. Voor mijn moeder en al die anderen is de stap om hulp te vragen groot. En de schaamte is vaak nog groter. Hier liggen kansen om de kloof tussen de leefwereld van mensen en het systeem te dichten. Investeer dus in mensen met een sociaal-economische achterstand en laat hen meepraten. Zo heb ik tijdens mijn promotieonderzoek het Eerste Generatiefonds opgericht. Om studenten die als eerste uit het gezin naar de universiteit gaan een financieel steuntje in de rug te geven. Ze kunnen beroep doen op taaltrainingen, schrijftrainingen, excursies of hulpmiddelen zoals een laptop. Mijn laatste advies. Zorg ervoor dat je de persoon tegenover je echt leert kennen. Het klinkt zo simpel, hè? Maar dat gebeurt niet altijd. Geef vertrouwen en luister onbevoordeeld. Ik stond ooit onder toezicht van jeugdzorg. Maar tijdens een gesprek keek de hulpverlener me niet eens aan. Ik voelde me letterlijk ongezien. Gelukkig was er een docent die door had dat deze weg niet de juiste voor me was. En dat gaf me vertrouwen. Geef mensen zoals ik een kijkje in de keuken en zet ze aan tafel. Ze zijn het waard om serieus genomen te worden. En ze verdienen dat er naar hen geluisterd wordt. Maar dat doet het kabinet niet. Het zegt de sociale ongelijkheid te willen verkleinen, maar doet het tegenovergestelde. De minister stigmatiseren en verdelen. De afgelopen weken kwam er één boodschap uit dit kabinet en dat raakt mij heel erg. Mensen die beschuldigd worden van racistische uitspraken mogen zelf bepalen of dat racistisch is of niet. En daarmee is alles gewoon weer goed. Het wordt tijd dat we een regering krijgen die niet alleen praat over kansengelijkheid en mensen die het zwaar hebben, maar die ook echt wat doet en niet verdeelt. Ik ben opgegroeid in een arm wijk in Vught, met een getraumatiseerde vader en een laaggeletterde moeder. Vertrouwen, onderwijs en wetenschap vonden mijn weg naar een betere toekomst. Maar met dit kabinet en met dit beleid zou het waarschijnlijk nooit zijn gelukt. En dat zou ons allemaal zorgen moeten baren. Dank u wel.